16 grootste schepen hebben meer uitstoot dan alle auto's wereldwijd. De TU Delft is altijd al heel erg lekker bezig. Vooruitstrevend in de hele wereld op het gebied van technologie en nieuwe uitvindingen. Maar nu heeft de TU Delft ook een zonneboot. Onze eerste zeewaardige solarboot. Want jullie gaan meedoen aan het wereldkampioenschap Solarboat in Monaco. We zijn ontzettend trots op dit team. Echt één wilde achtbaan van emoties. Dus vandaar dat wij denken dat wij een nog grotere impact kunnen maken op het water. En we gaan gewoon die grenzen doorbreken. Dat vind ik echt heel erg tof. Het TU Delft Solarboat Team is een team van 28 gedreven studenten van de TU Delft die zich een jaar lang inzetten voor een groenere wereld. Elk jaar maken wij een boot op zonne-energie om te laten zien wat er mogelijk is met nieuwe technieken. De maritieme industrie heeft echt nog heel veel uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en dit jaar willen ze verder de goede kant op duwen. Afgelopen jaar zijn er echt grote stappen gezet binnen het team, binnen de industrie, op persoonlijk gebied. Er is zoveel gebeurd dit jaar. Normaal maken we altijd een boot voor op de binnenwateren, maar de echte maritieme wereld speelt zich natuurlijk af op de grote oceanen. Daarom was dit jaar echt bijzonder, want voor het eerst hebben we een boot gebouwd voor op de open zee. Ja, en dit was echt een hele grote sprong in het diepe. En om dit te kunnen doen, moesten we het meest ambitieuze ontwerp ooit maken. Dus allereerst het gigantische zondek van wel 28 vierkante meter nodig om genoeg energie te winnen van de zon. Maar omdat de boot zo groot werd, hebben we ervoor gekozen om een trimaran te ontwerpen. Een boot met drie rompen. Dat gaf weer een nieuwe uitdaging met zich mee, want de boot was zo groot dat we hem niet meer konden vervoeren. De boot was zo ontworpen dat we hem uit elkaar konden halen in drie stukken. Ook dit was de eerste keer dat we zoiets zouden gaan maken. We hebben echt enorm de grenzen opgezocht met dit ontwerp. Maar toen begon het pas echt. Vanaf januari begon de productiefase. Een gigantisch intensieve periode waarbij we de boot in een paar maanden tijd volledig hebben gebouwd. Het team is opgedeeld in drie departementen. Hull & Body, Electronics en Vehicle Dynamics. Hull & Body is onder andere verantwoordelijk voor het maken van de rompen van de boot. Dat zijn er dit jaar drie geweest. Deze zijn gemaakt van koolstofvezel, wat een ontzettend sterk en licht materiaal is. De rompen los wegen samen nog geen 80 kilo, maar zijn wel sterk genoeg om de zee te bewaren. Ja, we hebben eigenlijk dit jaar drie losse boten moeten produceren in plaats van één. Wat het eigenlijk een enorme uitdaging maakte, maar het is ons toch gelukt. Vehicle Dynamics is eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat beweegt aan de boot. Dus voornamelijk de draagvleugels en de aandrijving. De draagvleugels zijn zo ontworpen dat ze onze boot laten vliegen over het wateroppervlakte, als hij snel genoeg vaart. Eigenlijk lijkt onze boot qua techniek meer op een vliegtuig dan op een boot. Verder is Vehicle Dynamics verantwoordelijk voor de aandrijving onder water. Alle zonne-energie moet omgezet worden in voortstuwing. En dat doen we met onze propeller die in de achterstoot zit. De achterstoot zelf hebben we ook helemaal zelf ontworpen. Het Electronics Department gaat over alles wat in de boot gebeurt en zorgt dat alle losse systemen bij elkaar komen. Het is nog niet zo eenvoudig om de maximale efficiëntie uit je zonnepanelen te halen. Daarvoor moet je eerst de zonnepanelen testen. Daarna kun je de zonnepanelen met dezelfde efficiënties aan elkaar aansluiten. En vervolgens moet je er nog de MPPT's die we zelf binnen het team maken op aansluiten om de maximale efficiëntie uit die panelen te halen. Zo hebben we een eigen computersysteem ontwikkeld, speciaal voor onze boot. De grootste uitdaging tijdens de productie was wel echt de modulariteit. Een innovatie bedenken is één, maar het ook echt realiseren, dat is nogal een andere taak. Maar toen was het toch echt gelukt. De eerste boot voor open zee was af. Op 28 mei stonden we in Rotterdam als team super trots, samen met zeilster Laura Dekker, klaar om onze boot aan de wereld te tonen. En toen kwam de eerste keer dat we met de boot gingen testen. En dat was echt super gaaf om te doen. Dit is waar het team echt maandenlang naartoe heeft gewerkt. En om dan die boot echt te zien varen, dat is echt een heel bijzonder moment. Maar wie de grenzen opzoekt, krijgt ook wel eens te maken met een tegenslag. En soms een hele flinke. Dat ging super goed en toen hadden we één inderdaad hele goede testdag. We gingen heel hard, bijna ongeveer de snelheid waar we tijdens Monaco op wouden varen. En dat ging allemaal prima.
eerste keer de foils eronder. Dus we verwachten nu natuurlijk dat gevoel van nu komt hij uit het water. En ja, we horen iets raars, iets tikken. En op een gegeven moment een harde knal. En toen voelde ik gelijk, het zit niet goed. En wij kregen zo'n bericht van, ja, de vleugel is gezonken. En eerst dacht ik van, hé, is dit een grap? En meer mensen die hier zaten, dat. Maar later bleek toch dat het echt zo was. Op dat moment dat het echt gebeurt, dan dringt het eigenlijk nog niet helemaal door. Dat je dus echt gewoon zo'n stuk van je boot kwijt bent. Op dat moment ging er echt van alles door je heen. Van, gaan we überhaupt die boot ooit nog vliegend krijgen? Gaan we überhaupt die boot nog varend krijgen? Want je weet natuurlijk niet wat er aan de hand is. Ik bedoel, die hele romp had kapot kunnen zijn. We hebben meerdere duikpogingen gedaan om de vleugel weer te vinden. We hebben zelfs met een sonarboot een gebied doorzocht om te kijken of we nog ergens op de bodem tegen zouden komen. Maar we hebben uiteindelijk niks gevonden. Maar we moesten door. De wereldkampioenschappen waren al over 2 weken. En er zat niks anders op dan gewoon naar Monaco te gaan, dan maar zonder vleugel. Ja, de eerste race in Monaco ging echt super. 30 kilometer gevaren van Monaco naar Ventimiglia en terug. En dat was de eerste race die we echt gedaan hebben. En natuurlijk prachtig om te zien hoe de boot presteerde op de Middellandse Zee. En eigenlijk ging die eerste race ook echt precies zoals verwacht. Die boot die vaarde gewoon precies op de snelheid wat we wouden. En dat de mensen die er in die boot zitten, die hebben zoveel plezier erin ook. En je ziet gewoon hoeveel tijd, hoeveel emotie er in zo'n project is gegaan. En als je daar ook dit weer uit kan halen, dan is dat echt verschrikkelijk mooi. Ja, de boot presteerde supergoed en het was oprecht prachtig om met zo'n boot te varen op de Middellandse Zee. Na de race hebben wij de boot geïnspecteerd en toen zijn we er eigenlijk achter gekomen dat we toch nog een tegenslag te verwerken kregen. En dat was wel even een heel raar moment, want dan ga je van die enorme blijheid, iedereen was al weggerend en opgestaan en naar zijn ouders, naar een moment van oké, we moeten nu heel serieus doen en misschien dat zometeen er wel hele grote problemen zijn. Dus tijdens de race zijn de zonnebrillen te warm geworden en beschadigd. En we hebben toen besloten dat het niet veilig genoeg was om de tweede race ook met zonnepanelen te varen. Ja, met heel veel pijn in ons hart moesten we de zonnepanelen verwijderen van de boot. Niet alleen voor de veiligheid, maar ook om nog kans te kunnen maken op de wereldkampioenschappen. Ja, dat was inderdaad het tweede deel van je eigen identiteit als solobootteam, wat je er achteraf haalt. Dus eerst dus de vleugels en vervolgens de zonnepanelen. Dus dat was ook wel een flinke tegenslag. Maar ja, we hebben die beslissing gemaakt om de volgende dag toch nog door te gaan. Want we waren nog steeds in Monaco om te winnen. Ja, toen kwam de tweede en laatste racedag. We hadden de hele nacht doorgewerkt, maar we waren er wel echt klaar voor. De competitie had veel snellere boten en we hadden natuurlijk ook nog onze tegenslag gehad. Maar de gigantische efficiëntie van de boot hadden wij als proef. Live! Van het wereldkampioenschap zonneboten in Monaco. We zijn gestart. We zijn van start. Kijk eens hoe dat eruit ziet met die achtergrond hier zo. Dit is toch zo mooi om die boot daar in de actie te zien. We varen 32 km per uur en de tijd is ingegaan. Ja, dit is zo ontzettend gaaf. We liggen nog steeds heel mooi op koers. We houden onze snelheid mooi aan. Is dit een droom letterlijk die waar komt? Er bestaat een kans dat we aan het einde van deze dag officieel wereldkampioen offshore zonnebootracer zijn. Dit is geschiedenis. Wij schrijven hier geschiedenis. En nu varen we in de laatste 2 kilometer van die droom. Ik zie teamleden klaarstaan zometeen om te juichen. 1 kilometer tot aan de finishline. We zijn finished. We zijn. We zijn officieel eerste geworden in de lange offshore race. En toen opeens was onze droom werkelijkheid. We waren wereldkampioen. Ja, dat we wereldkampioen zijn geworden, dat is echt onbeschrijfelijk. We hadden het zo niet verwacht na gewoon het hele jaar van ja, wat er allemaal gebeurd is. Echt het hele jaar lang. En dan sta je daar toch. Zulke bijzondere, leuke mensen met zo'n diverse groep. En hoe je zag dat het door het jaar heen, hoe je hechter werd met iedereen. Dat vond ik heel
leuk om mee te maken. Terugkijk, enorme chaos, maar overheersend gewoon enorm trots. Gewoon wat we hebben neergezet. Ja, leerzaam, bijzonder, gaaf. Groot. Dat je toch wel met z'n allen naar een doel toe werkt. En dat uiteindelijk, nou ja, daar het resultaat van ziet ook. Wat ik van tevoren niet helemaal had verwacht, is dat je ook heel veel leert over mensen en over jezelf. Ja, zo'n jaar als het solowordjaar, dat ga je maar één keer in je leven meemaken. Ik denk dat het voor mij toch wel het gaafste jaar tot nu toe was. Een heftig jaar, maar ook vriendschappen ontstaan. Het team is betrokken natuurlijk, maar ook inderdaad alumni, je ouders, vrienden, familie en ja, partners. Maar dat je er ook inderdaad over praat met mensen, dat je mensen er bewust van maakt. Dat je zegt van, we doen dit echt ergens voor. We staan echt ergens voor. En daar een deel van kunnen zijn, mensen daar bewust van kunnen maken. Dat is een hele gave ervaring. 3, 2, 1.